Ik vertelde net dat ik hier naartoe moest lopen, al een fietsband ging lek. Dus ik moest het laatste stukje lopen en ik loop naar het Museum Park. En dat daarbij dat beeld daar met die benen daar ergens stonden pumps. Maar ik dacht dat ik dus alles gevlogd had, is die weer niet opgenomen. Dus ten eerste ging mijn fietsband al lek. Toen heb ik niet opgenomen, het begint al lekker. Maar dus ja, het is vandaag denk ik 4 of 5 april, dat heb je denk ik al ergens onderin gezien. Maar welkom dus bij mijn nieuwe vlog, heb ik nog helemaal niet gezegd. Ik ga vandaag weer vloggen omdat Taal en Cultuurmaand begint hier in het ziekenhuis, opening. Om DJ Skitta met heupen naar rechts, heupen naar links. Dat is heel leuk. Mijn weer als eerst. En mijn fiets is nog wel lek. Mijn fietsband. Ja, wat ik dus net al zei, vandaag staat de opening van Taal en Cultuurmaand. Heb je hier een poster? Nee. En dan komt dan een DJ Skitta, heet die. Niet super bekend of zo, maar die kennen het heel leuk. Allemaal kraampjes met hapjes en zo. En een decor gaan we opbouwen, ga ik een beetje laten zien. Komen als goed zijn hele grote wereldbollen en zo, want omdat het van Taal en Cultuurmaand is. Maar wat ik ook vertelde is dat ik gewoon weer een vlog doe. Moet je nagaan. Ik ben nog ineens op vakantie of zo. Ik vlog gewoon weer. Maar ik hoop dat jullie het leuk vinden, hè, de vlogs. Dus als je vaker gewoon vlogs door de week. Het lijkt wel dat ik een daily vlogger word, joh. Nee, geen daily vlogger, want zo moet leven ik nou ook niet. Maar als er een evenement of zo en ik mag vloggen, dan denk ik wel dat ik vlog. Dat vind ik wel leuk ook. Ik weet nou waar de lichtknopjes zitten. Want de vorige keer wist ik het niet. Dat was goed. Die, ja. En deze. Ja. Oh ja. Ik zit wel weer op dezelfde plek. Oh, trouwens. Jongens, even. Ja, we zitten weer op dezelfde plek. En gaan we even koffie halen? Ja. Ik moet even een watertje hebben. Ik trek het anders niet meer. Water. Ja. Oh, kijk, de kraampjes staan er al. Ja. Tafel 2. Tafel 2. We gaan de kraampjes. We zijn de kraampjes in elkaar aan het zetten, maar ze zijn. Zit je nou eens uit te lachen? Ik zit jullie niet uit te lachen. Ik lach jullie toe. Oh ja. Nou wel? We hebben weer goed gedaan, ja, hè? We zijn goed bezig. Ik ben nu ook kapot. We zijn nog maar 5 minuten bezig. Maar ja, sommige gingen niet, want dan zat die. Waar zit het? Zat het hier weer klem? Gingen we er aan de hang? Maar nu moeten de hout tanken. En het dak erop. We hebben alle kruimjes opgebouwd, dus we zijn nu op zolder. We moesten de stoelen. Ik hou de deur open. Oh ja, dat is waar. Ja. Is erop gesloten. En het theaterdoek moeten we even, want er komt weer zo'n gordijn, weet je wel. Maar. Oh, kijk dan. What the fuck ligt er allemaal? Kan die dicht? Ja. Maar het past gewoon in één keer. In één keer. Ja, het is de vorige keer is het ook gelukt. Dus. Zet hem op Basmara, als je hulp nodig hebt moet je zeggen. Ja, wij kunnen niks doen man. Wij kunnen namelijk er niet langs. Hij staat al tegen de muur aan. Oh, wat een fijn. Ik zal hem even tillen, want dat kan niet. Als je binnen 10 seconden niet die lift binnen bent, dan gaat dan een alarm af. We zijn nu in de opslagkelder, want we moesten, wat moesten we ook weer hebben? Oh ja, tafelkleden voor de knutseltafels die we net hebben opgezet. Kijk, dit is een hele mooie, die wil ik graag hebben. Als ze niet meer nodig zijn, wil ik deze graag hebben. Ik hou hiervan, vind ik mooi. Nou, Annelies, weet je dat vast. Staat het op beeld? Ja, het staat op beeld, staat vast. Het staat nu vast, hè. Dus als je later een vriend hebt. Het is hier, dan weet je van alles. Ja. Precies. Ik ben van plan dat ik de meeste vrienden, dus mag gewoon bepalen. Hoppatee, hoor je dat? Het staat ook gelijk vast. Ja. Alles staat nu meteen vast. Zei ik het hard genoeg? Ja hoor. Ik ben van plan dat ik het meest verdien later. Dan bepaal ik ook wat er gekocht wordt. Een challenge doen zo meteen. Maar ik heb ook een beetje erin gedaan. Oké, nu zijn jullie gelijk. Je maakt overal een wedstrijd van, ja? Ja. Zijn goed lachen. Ja, even spannend. Yo. Allemaal aan die komen nog steentjes met eten. Allemaal geweldig. Ja, conclusie, Tamara kan beter blazen. Ja.
Ik vind dat knap. Hoe herken je dat? Oh, ik heb krampen. Maar maak je ook gelijk een stukje. Ik weet niet wat hij allemaal van de kwam heeft. Ik heb hem. Overal kwijl zit eraan, maar dan moet je niet opletten. Hij is in ieder geval af. We zijn net klaar met de briefing. En een brief, ik zie een net opeens in dat ding. Een chic woord voor vergadering eigenlijk. En we hebben een nieuwe badge gekregen. Ja. Ik heb nou eindelijk een naam. Ben je nou aan het opnemen? Ik ben aan het opnemen. Dit was gewoon voor de vloggers, bij de vlogcursus, workshop was het nog, zei hij, je moet een knopje drukken en controleren dat je het opneemt. Nu zijn we dit al voor de 10e keer aan het doen, omdat meneer iets vergeet. Nee, ik... Ja, maar kijk, hoe kan je checken of hij... Ja, nou neemt hij wel op. Ja, maar ik drukte er wel op. We zijn op zoek naar de crash. Ik weet ook echt niet of hij hier zat, want ik ben er nog nooit geweest eerlijk gezegd. Hey Ilias, wat ben je aan het doen? Nou, kijk eens mee wat we aan het maken zijn. Oh. Cultuur gaan we doen. Cultuur? Ja. Cultuurlanden. En hier die wereldbollen op de achtergrond? Ja, wereldbollen. Mooi. Hebben we gemaakt. Er komen straks spots op. Ja. Nou, en de kraam hebben we een beetje aankleden nu. En dan is het klaar. Hey! Hey. Dat is de vlog van Thomas. Ja, dat kan beginnen. Zijn we weer? Hij is wel een beetje laag, ja. Het hartje heb ik niet af kunnen maken, maar we gaan... Ja, jij loopt weer voor. Ja, we gaan nu, hoe heet het? String art. Waar moet ik kijken, waar is je aan? Daar. String art gaan we maken. Ja. En het lijkt heel ingewikkeld, maar het is hartstikke makkelijk. Ja, waarom kan ik dit niet? Laat ik eens creatief. Het is toch de bedoeling dat het heel makkelijk... Waarom ben ik niet gewoon, heb ik niet gewoon alleen die rode gedaan? Oh my god, oh nee. Ja, net kon ik gewoon aan één trekken. Wacht, ik knip hem wel af. Zo. Ja, wat leuk! Het is genieten bij de knutselclub van Sophia. Is een interview bezig. Hier hebben we het hindoeïsme. Want elk kraampje een apart geloof. Dit is het hindoeïsme dus, dan zie je allemaal... Ik heb echt heel veel. Heb je wel plekken op gedrukt? Kijk, hij staat op. Dan weet je dat ik daar nou pas naar kijk, maar hij staat op. Opnemen in minuut 40. Wat is dit? Dit is het christendom, toch? Ja, het christendom. En dat, ja, je hebt als bij elk kraampje allemaal beeldjes en dingetjes en datjes en zus en zo. En dan hebben we hier, waar ze nog even bezig zijn. Welk is dit? Het boeddhisme. Ja, we zijn memory aan het spelen. Is het, oh. Okay. Is het boeddhisme? Dat. En dan daar. Dan heb je hier nog eentje. Het jodendom. Dan heb je ook allemaal boekjes en dingetjes en datjes en weet ik veel allemaal wat. Nog één geloof. Daar ben ik nog niet geweest, tenminste die ze hier hebben. Dat is het staat er niet bij. Ook ik geloof is dit. De islam, oh de islam. Nee. Dit is de islam. Islam? Islam. Kunnen we tijdens spreken? Sorry. En dan, ja, ook allemaal leuk. Kijk, elk kraampje, dat heb ik 100 keer. Elk kraampje is gewoon van alles. En ik heb geen verstand van alle, dus word niet boos op mij als ik iets verkeerd zeg of zo. Staan we bij de hapjes. Oké, ik weet het ongeveer nog. Dat is. Is dat Turks fruit? Ja. Dat is Turks fruit. Dadels. Soesjes. Baklava. Pita broodjes met mozzarella en pesto. Kip curry. Oké, dat zijn mijn koekjes. Dadels. Dat is weer hetzelfde als daar. Ja. Falafel is dat. Oh, dus, en dit is ook baklava. Nou, toch hebben we wel van me betaald. Ik weet toch gelijk even wat het is. Nou, we gaan dit nog... is zoveel, daar heb ik nooit zin in. We gaan nog iets heel therapeutisch doen. We gaan nou even kleuren. We zijn nou helemaal zen. Door het string art. Ja, ik voel bijna zen. Ik ben serieus, ja, ik raakte er echt rustig van. Misschien moet ik dat gewoon zo'n ding meenemen. En dan zelf, als ik aan het leren ben voor mijn scriptie, als ik er even zo'n kwartiertje... We hadden een nieuwe challenge. Ja. We hebben allebei een kleurplaat ingekleurd. Maar zometeen mag Annelies de winnaar kiezen. Ja. En tot nu toe heeft Tamara's allemaal gewonnen.
nu heeft ze allemaal gewonnen. Dus. Hoi. Oh. Ja, de persoon is niet... bezig met de challenge. Ja. Deze of deze? Persoonlijk vind ik van Tamara mooier. Oh, weer. Waar moet ik nou zitten? Mijn aandacht gaat naar deze. Heel zacht. Ja, ik vind deze mooier. Welke? Ja. Die jij is natuurlijk mooier. Mijn aandacht gaat toch naar deze. Ik ga ook. Ja. Voor die. Heb je ook een punt? Ik heb eindelijk een punt. Meerdere punten. Yes! Yes! Ik heb eindelijk een punt, jongen. Hoe staat het nou? 2-1. En nou is het echt eerlijk gegaan, hè? Ik heb nou falafel. Goh, en hoe smaakt het? Meneer Thomas, ik ben even je naam achternaam kwijt. Thomas de Groot, natuurlijk jongens. Wij hebben Thomas de Groot en die heeft iets heel lekkers, want die heeft voor het eerst iets met kikkererwten. En wij wisten gisteren niet wat het was. Het is... Hoe vind je het? Lekker. Nou, het is best... Ja, het is gezond. El, hoe vind je het? Tomaten. Ja. Je moet eigenlijk wel gezond doen en gewoon het daarom nemen, toch? Wat je bent, hè? Het is zo lekker, hè? Deze is vol. Wat heb je? Er zit tomaat op. Oh, dat is je. Hoor je de muziek? Heb ik niet aangevraagd. Dat is gewoon... We gaan even lekker bewegen. We gaan bewegen, hoor. En dan zitten we aan de steady. En we gaan kijken wie wat gebied van ons natuurlijk. Ik wil alle handen zo zien. Even alle handen zo. Ik zet het weer op de grond. Let op, hè. Oh. Ja? Omhoog. Even alles losmaken. Dan ga je heel veel bewegen. Heel relaxed bewegen. Heel relaxed. Alles losmaken, heel relaxed. Je kan iets verdienen. Je kan gewoon iets verdienen als je meedoet. En dan gewoon... Ja, ja. 2. En dan 3. 4. En dan 5. Ja, ja. 3. Come on. 2. En elke keer uitstappen. En dan weer uitstappen. En dan weer uitstappen. En dan weer uitstappen. En dan weer uitstappen. Andersom. 1. Come on. 2. Maak je me blij. Oh. Dus hier we go. Skita is weer klaar en ik heb een bril. En kijk, hey. Oh, wat een bril. Maar ja, dat was wel. Ik heb gelijk mijn workout weer gedaan voor vandaag. Ik heb het wel warm. Oké, het is 6:30. Ja. Ja? Ja. En het was een lange dag. Het was een hele lange dag, maar Het was wel heel leuk, ja. Heel leuk. Was slim, we moesten in het begin wel een beetje wachten. Het kwam langzaam op gang, maar ja. Uiteindelijk
En ik moet zeggen, DJ Skitta. Ja, het was wel super, echt. Ja, het was wel echt. Het was gelijk een workout. Ja, het was meteen workout. Een workout. Dus we hebben alle heerlijke hapjes van Angelique hebben we heerlijk weer afgetraind. Dus Angelique, ja, bedankt voor de heerlijke hapjes. Ja. Iedereen, super, super dank. Dus het was toch een hele topdag. Precies. En daar sluit het mijn verhaal. Ja. Het is echt leuk. Waar ben je? Is mijn. Naar de koelkast. Ciao. Doei. Zo. Was het weer voor vandaag? Het is een lange dag, maar het was wel leuk. Het was wel echt leuk. Het liep een beetje langzaam, zoals je van Annelies hoorde, maar het was wel heel leuk. Maar nu loop ik dus weer terug naar mijn fiets, want mijn band was lek. En ik hoop dat jullie deze vlog weer leuk vonden. Want ik vlog nog steeds vaker, joh. Ja, helemaal leuk. Ja, dus als je me leuk vindt, dan duimpje omhoog. Je legt ook allemaal glas. Kut. Abonneer voor meer video's. En dan zie ik jullie zondag weer of bij een volgende vlog. Doei!